Dan gaan wij naar de senioreninstelling Pararelax Club, waar er op 23 december een prachtige kerstviering was voor de inwoners en andere genodigden. Het kerstfeest werd heel mooi gevierd met lekker eten, drank, cadeautjes en ook attracties. Brian Bijlout was de hoofdact voor de avond. En naar zeggen van mevrouw Lond was het de 16e keer dat kerst op deze gezellige wijze werd gevierd bij deze instelling. We maakten het volgende verslag hiervan. Uw aandacht. Het is 23 december vandaag, twee dagen voor kerst en we zijn de Pararelax Club, de Para aan de Meursweg bij mevrouw Lond. Nou, mevrouw Lond gaat ons vertellen waarom we hier zijn. Nou, jullie zijn hier om een opname te doen van mijn seniorenburger. We vieren onze kerstfeest met de seniorenburgers en de werkers die het heel jaar door hebben gewerkt. En vandaag zich mogen ontspannen. Hoe gaat de dag vandaag eruit zien? Wat mogen de kijkers allemaal verwachten? We hebben Brian Bijlout daar net gehad. We hebben dan Marianne Cornet. En verder eten, drinken natuurlijk. Het is dit jaar een beetje minder druk, heb ik bewust gedaan. Maar de gezelligheid blijft niet van zich weg. Wat gaan de seniorenburgers allemaal eten en drinken? We hebben dit jaar gekozen, nou, de werkers bepalen dat. Salade, aardappelsalade. We hebben dan macaroni en een koolsalade. Verder hebben we bami. We hebben roti dogs en we roti kip. Dat is helemaal geweldig. Hoeveel seniorenburgers telt dit tehuis nu? 40. En mensen die lopend zijn naar hier om wat eten op te halen. Want ik kan ze niet opvangen. Het telt 40 bewoners. Wij praten niet over bedliggerig, want iedereen gaat uit bed. En ze zitten lekker met die ander samen. We hebben verder ook een cocktailbar. Dat wil ik niet weglaten. Ik vind het zo leuk met een cocktailbar bezig te zijn. Minder werk. En ja, ze genieten. De mensen zaten gewoon te wachten op kerst. Een vraagje. Weet u misschien voor de hoeveelste keer u dit doet? Want we zijn elk jaar hier zo, tot zover ik weet. Ja, vanaf we zijn al 16 jaar bezig. Altijd met vismalen. Ik wacht eigenlijk op hem. Want we willen hem dit jaar ook verrassen. Met een kerstcadeautje. Hij verraste ieder. En wij dachten hem te verrassen. Maar ja, hij is even verhinderd. Het kan dat hij alsnog komt hoor, want hij laat me niet in de steek. Wat ik wil meegeven, het is redelijk hier. En we zijn bezig nu met een dependance. Dat is op Bennispark Münder. Die gaat openen op de 10e. 10 januari. Yeah, yeah, yeah. Yeah, this is a super fun night.
de zon. Hey, aan het vuur van liefde en opbouw. Heeft u een speciale kerstboodschap aan de samenleving, aan de seniorenburgers? Nou, ik wil ze een gezegende kerst wensen, gezegende kerstdagen en een heel goede jaarwisseling. Dat kan ik ze toewensen. Het hoofd rustig houden, ja, zodat het gezellig toe kan gaan. Hoe ervaart u dit jaarlijks dat mevrouw Lons kerstviering houdt met al de seniorenburgers hier? Nou, ik moet u zeggen, ik ben zelf een seniorenburger hier. En ik vind het op zijn plaats. En wij zijn ook dankbaar dat zij zoiets aan ons kan presenteren. En wat vindt u van de dag van vandaag? Heeft u genoten van al het lekker muziek van Brian Bijlhout? We hebben nog Marianne Connet, al het lekker eten. Nou, ik moet u zeggen, het is fantastisch. En ik heb ook smakelijk gegeten. En ik ben iemand die hou van lekker eten. Wat heeft u gegeten? Ik heb pastee gegeten, moet ik zeggen. Hè? Ja, en ja, salade. Ja. Ik ben geen, ja, ik kook wel hoor, maar dan, ja. Om direct kok te zeggen, ben ik niet. Maar in elk geval, het heeft gesmaakt hoor. Ja, en ik wil mevrouw Lond hierbij veel gezondheid en veel zegen toewensen. Heeft u een kerstboodschap aan de samenleving toe en de rest van uw andere seniorenburgers? Wat ik wel wil zeggen, wij seniorenburgers, wil ik zeggen dat wij dan met stapvoets verder gaan en veel gezondheid van God vragen. En daarvoor zijn wij dankbaar. En dan staan we met een andere medewerker hier zo van dit huis. Mevrouw, wat is uw naam? Mijn zuster Esther. Wat houdt u allemaal daar in uw hand? Zo zijn het cadeautjes. En van wie heeft u dat gehad? Nou, we hadden een cadeauwisseling, dus ik weet echt niet wie het heeft gekocht hoor. Dus ja. Hoe lang bent u hier werkzaam? 6 jaar. Hey, mooi. Heeft u genoten van de kerstviering? Jawel. Jawel, zeker weten. Heeft u een kerstboodschap? Nou, wees lief voor elkaar. Ja, vooral de komende feestdagen. Het is wel nu moeilijk, maar het gaat wel. Dus, feestdagen. Oké, hoe heeft u de kerstviering hier zo ervaren? U bent dan 6 jaar in dienst hier, zoals gezegd. Hoe heeft u het al die 6 jaar ervaren? Nou, heel goed hoor. We hebben een heel lieve directrice. Ik zit ook namelijk in de feestcommissie. Ja, dus ik organiseer zo'n beetje samen met haar, ja. En de rest van de crew. Dus het is wel, ja, het gaat wel. Met een directrice en een dag mevrouw Loon, dan gaat het zeker.